Herken jij dit probleem? Je gaat lekker zitten voor een potje schaken, je speelt je favoriete opening die je online hebt geleerd en ineens zit je in het middenspel en heb je geen idee meer wat je moet doen. Dan is deze video perfect voor jou. Ik ga jou namelijk 6 tips geven om een beter middenspel te spelen. Laten we beginnen. Het middenspel is misschien wel het lastigste deel van een schaakpartij. Waarom? Nou, er zijn niet bepaalde principes die je kan volgen. Bijvoorbeeld in de opening zijn er de 3 gouden regels en in het eindspel zijn er ook vaste regels die je moet hanteren om een goed eindspel te spelen. Maar in het middenspel kan je echt doen wat je zelf wil. En daardoor is het wel heel lastig, want ja, niet iedereen heeft een heel goed plan. En als je deze 6 tips volgt, ja, dan kan je een prima plannetje maken en kan jij een beter middenspel spelen. En de eerste tip die we gaan bespreken is het openbreken van het centrum. En dat zou in deze stelling ook kunnen. Stel je voor, wit is aan zet en die speelt hier d5. Nou, doorspelen kan niet, want dan gaat je paard aan. Dus zwart besluit, ik sla de pion. Ja, dit is ook geen goede optie, want ja, wit heeft een voordeel in ontwikkeling en gaat hier dus ook een stuk winnen. Nou, deze loper wordt 2 keer verdedigd door het paard en door de dame. Wordt ook 2 keer aangevallen door de dame en de toren die erachter staat. Een sterke battery die we zo gaan bespreken. Maar we kunnen hier een verdediger afleiden. We kunnen namelijk het paard slaan. En wat er dan vervolgt, ja, of de pion of de loper slaat terug. Het maakt niet heel veel uit. De meeste mensen zullen met de loper slaan. En dan kan je gewoon de loper slaan. Dan zal de dame misschien wel terugpakken. Ja, maar dat maakt niet uit, want je slaat terug met de toren. En je hebt hier gewoon een stuk gewonnen. Namelijk 2 paarden voor een loper. En je ziet dus in deze stelling, als jij een betere ontwikkeling hebt dan je tegenstander, kan het heel goed zijn om het centrum open te breken. Tip nummer 2 is een battery maken. En wat is een battery? Een battery is 2 stukken achter elkaar zetten die elkaar versterken. Nou, hier heeft zwart net gerokeerd en zou je heel makkelijk een battery kunnen plaatsen door dame naar c2 te spelen. De dame staat achter de loper, die kunnen allebei diagonaal bewegen en daardoor krijg je een hele sterke aanval op deze pion. Die is nu nog 2 keer gedekt, maar niet voor lang. Dus stel je, dit paard staat nu gepend, zwart besluit hier de loper erachter te zetten, kan je hier slaan? Slaat zwart waarschijnlijk terug en kan je deze pion nu winnen. Nou, dit is nog niet super goed, je wint een pion, maar er is misschien nog een betere manier om deze battery te maken. We kunnen deze battery ook op een andere manier maken door de volgorde te veranderen. We kunnen hier bijvoorbeeld loper naar c2 spelen in plaats van dame c2. En zwart, als die gewoon hier verder gaat met normale ontwikkeling, bijvoorbeeld zijn loper, kunnen we nu dame naar d3 spelen. En nu heb je eigenlijk dezelfde battery, alleen is de volgorde veranderd. De loper staat nu achter de dame. En daardoor is het nog gevaarlijker. Want stel je voor, zwart doet weer een andere zet, zoals bijvoorbeeld loper naar e7 hier, wat een fout is. Ja, kan je hier slaan? En dan, als de loper terugslaat, ja, dan gaat het hier helemaal fout voor zwart. Want je kan gewoon nu weer de pion slaan. Alleen nu geef je niet schaak met de loper, maar met de dame. En daardoor is het hier schaakmat. En zo zie je maar dat zo'n diagonale battery heel gevaarlijk kan zijn. Ik speelde hier inderdaad niet de beste zet voor zwart. Maar ook als de loper hier nu had geslagen en g6 de beste zet was gespeeld. Ja, dan sloeg wit weer de loper. En dan had zwart waarschijnlijk teruggeslagen. En met 3 lichte stukken tegen 2 lichte stukken moet wit dit gewoon winnen. Maar goed, een diagonale battery is niet de enige battery die je kan plaatsen. Je zou ook een horizontale battery kunnen plaatsen. Dat zou hier bijvoorbeeld kunnen door paard slaat op e5 te spelen. Als het paard terugslaat, sla je terug met je toren. En wat je nu kan doen is zometeen de torens en de dame achter elkaar zetten in de E-lijn. Waardoor je een hele gevaarlijke aanval krijgt hier. Nou, de loper wordt hier aangevallen. Dus stel je voor, zwart doet een zet zoals G6, wat hier een goede zet is om zijn loper te redden. Kan je hier bijvoorbeeld toren A naar E1 spelen en kijk je nu met 2 stukken richting deze loper. Stel je voor, hij wordt verdedigd door de toren, kan je weer de dame er extra bij zetten. En zo kan je hier heel gevaarlijk gaan worden. Nou, hier is de enige goede zet nog om met de koning te verdedigen. Ja, en zwart staat hier wel minder in de stelling. En deze battery is dus heel gevaarlijk en zet dus heel veel druk in een verticale lijn. En dan komen we nu aan bij de derde tip en dat is het starten van een pionnenaanval. In deze stelling zien we dat de witte koning lang gerokeerd is en de zwarte koning is kort gerokeerd. En dit betekent dat we een pionnenaanval kunnen starten, want we kunnen deze pionnen naar voren spelen en de zwarte koning aanvallen. En zwart zou hetzelfde kunnen doen, die zou deze pionnen naar voren kunnen spelen. Want je wilt niet de pionnen voor je eigen koning naar voren spelen. Bijvoorbeeld hier of hier.
Want dat is heel gevaarlijk, want dan kan je je koning in een verzwakte stelling brengen. Maar wat we hier zien is dat deze pionnen niet voor de koning staan. Dus die kunnen wel naar voren spelen. En hetzelfde voor zwart. En wat dit doet is dat het een open lijn kan creëren op de G of H of de F lijn waar een toren in kan. En die kan direct aanvallen bij de koning. Een hele goede zet in deze stelling voor wit is bijvoorbeeld G4. Hij valt dus langzaamaan de koningskant van zwart aan met zijn pionnen. Als zwart hier gewoon verder gaat met normale ontwikkeling zetten, ja, dat pakt niet heel goed uit, bijvoorbeeld B6, want nu wordt H4 gespeeld en komen die pionnen steeds dichter bij de zwarte koning. Nou, zwart gaat gewoon verder, die geeft er niet te veel aandacht aan. Nou, dan komt hier H5 en nu zie je dat de pionnen elkaar aanvallen. En dit is gevaarlijk, want als zwart weer gewoon verder gaat en bijvoorbeeld nu ook denkt, laat ik mijn pion naar voren spelen, ja, dan is het soms al te laat. Stel je voor, de pion slaat en de pion slaat terug, ja, dan kan wit hier een hele sterke aanval beginnen door loper naar H6 te spelen. Stel je voor, de loper slaat, nou, dan komt de dame naar binnen en deze dame en deze toren, ja, die zijn bijna niet te stoppen in deze lijn en daardoor zal zwart waarschijnlijk mat gaan. Maar ook als de loper denkt van, nou, ik sla niet en zwart speelt een zet zoals C5, ja, dan helpt ook niet, want de loper kan slaan, slaat de koning terug, ja, dan gaat hij nog steeds mat. En daardoor is het starten van de pionnenaanval heel gevaarlijk. Maar wat je ook vaak ziet, is als de koningen in tegenovergestelde richtingen zijn gerokeerd, is dat er een race ontstaat en dat ook zwart een pionnenaanval start op jouw koningskant. Dus dan moet je goed uitrekenen, ben ik op tijd? Kom ik op tijd met mijn pionnen bij zijn koning voordat de pionnen van hem bij mijn koning zijn? Let daar goed op. En ja, dan kan je hele mooie aanvallen starten en veel partijen winnen. En de vierde tip is jouw slechte stuk afruilen voor je tegenstanders goede stuk. En dat kan in deze stelling ook. Je ziet dat deze loper erg sterk is. Die is gefianchettoed, zoals je dat noemt. Die staat hier achter een pionnenhuisje en die heeft deze diagonaal, ja, zo goed als onder controle. Zeker als dit paard zo meteen weg is, ja, dan is deze loper echt heel sterk. Echt een soort monsterloper. En jouw loper, ja, die is wat minder. Deze pionnen staan goed op zwarte velden en je loper doet niet zoveel. Maar wat je kan doen, is deze loper afruilen voor deze loper. En dat kan je doen door eerst dame naar C2 te spelen. Heb je weer zo'n battery en deze lopers wil je zo meteen afruilen. Als zwart hier een zet doet zoals C6, wat gewoon een goede zet is, ja, dan kan je loper na H6 spelen. De lopers kijken elkaar aan. De loper kan niet terug, want dan gaat je toren eraan. Dus die loper moet blijven staan. Slaat de loper jou? Nou, dan sla je terug met de dame. En kan je kijken voor een koningskant aanval door nu lang te gaan rokeren. Of als de loper gewoon blijft staan en er wordt een zet gedaan, zoals toren naar E8. Ja, dan kan je de loper slaan. Zal de koning terugslaan? En heb je jouw slechte loper afgeruild voor een goede loper en ben je dus een stukje beter geworden. Ook is deze koning niet heel makkelijk aan te vallen, maar misschien later in een eindspel kan je, ja, met je dame op de zwarte velden, ja, toch een beetje vervelend gaan doen. Dus onthoud, heb jij een slecht stuk en kan je die afruilen voor een goed stuk? Bijna altijd doen. Tips 5 en 6 zijn voor spelers met een iets hogere rating, maar heb je een lagere rating, kijk ze gewoon lekker, want ja, misschien kan je ze ook wel een keer gebruiken. En de vijfde tip is namelijk het tillen van een toren. En dat is een handige tip, want vaak zie je dat die torens, hele sterke stukken, dat die een beetje tot het einde worden bewaard, omdat ze niet heel makkelijk in de partij kunnen komen door de hoeveelheid pionnen die ervoor staan. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan ze ook al eerder in de partij betrekken. Bijvoorbeeld in deze stelling zou je F4 kunnen spelen. En wat dit doet, is het maakt hier de weg vrij voor jouw toren. Als zwart hier gewoon verder gaat, bijvoorbeeld loper naar B7, kan je hier het paard slaan, zal de loper terugslaan en kan je een hele sterke aanval gaan beginnen op deze pion bijvoorbeeld. Die zou je dame nu hier kunnen spelen en deze strategie kunnen gebruiken. Je loper kijkt nu naar die pion, je dame ook. En je kan zo meteen de toren in de aanval betrekken door hem naar G3 of naar H3 te spelen en dan de koningskant aan te vallen. Dus zo krijg je makkelijk je toren in de partij en kan je een mooie aanval beginnen. Dus onthoud die rook lift. En de zesde en laatste tip voor deze video is het pakken van een outpost met een paard. En wat is zo'n outpost nou, hoor ik je denken? Een outpost is een uitkijkpunt als je het vertaalt naar Nederlands. En dat is ook wel een mooie vertaling voor het schaken. Want ja, je hebt gewoon een uitkijkpunt met je paard en die is lastig weg te jagen.
Hier heb je een outpost op E5. En waarom nou? Nou, op E5 kan jouw stuk niet meer worden weggejaagd door pionnen. Want de pionnen zijn al naar D en F5 gespeeld. En kunnen dus niet meer naar achter, naar deze twee velden. Dus als je hier een paard neerzet, ja, kan die lastig worden weggejaagd door pionnen. En dus alleen door paarden of lopers. En lopers rail je liever niet af voor paarden in de meeste gevallen. Want meestal, zeker in de eindspel, kan een loper sterker zijn. En als je geen paarden meer hebt om dat paard af te ruilen, ja, dan is het erg lastig om dat stuk daar weg te krijgen. En dan moet je misschien soms wel een toren opofferen om dat paard weg te krijgen. Maar nu hier dit outpost pakken, hier zo, heeft het niet heel veel zin, want het paard slaat gewoon terug. En hoe kan je dit nou makkelijk oplossen? Nou, je kan het goed oplossen door bijvoorbeeld eerst dit paard uit de weg te ruimen met paard naar B5. Stel je voor, je loper wordt weggejaagd, kan je het paard slaan, slaat de loper terug. En als je nu denkt, oeh, nu kan ik eindelijk mijn paard naar het outpost spelen. Ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet. Want als je je paard naar D7 krijgt, kijken de paarden weer naar elkaar. En is zwart het idee om die paarden af te ruilen. En dat is ook wel zo, maar wat je nog kan doen, en dat is een soort zevende tip, is een rerouten van je paard. Een nieuwe route verzinnen voor je paard om op zo'n outpost te krijgen. Want dit paard is nu gewoon niet heel goed, kan maar weinig velden, kan niet naar deze velden en ja, is dus lastig in de aanval te betrekken. Maar hoe kan je dit paard nou beter maken? Nou, dat is door hem een nieuwe route te geven. Bijvoorbeeld naar D3 om dat outpost weer te pakken. En hoe kan je dat bijvoorbeeld doen? Nou, er zijn een aantal manieren. Je kan nu B3 spelen om zometeen paard naar D1 te spelen, paard naar B2 en dan paard naar C3 om dit outpost te pakken. Kost wat tijd, maar dan heb je wel een heel sterk paard op deze plek. Want je paard kijkt hier gewoon naar heel veel belangrijke velden voor zwart. Ja, hij wordt echt gehinderd in zijn ontwikkeling en je kan een sterke aanval beginnen. Dus zie je een outpost, probeer daar een paard naartoe te krijgen. En als het moet, gebruik wat tijd om dat paard daar naartoe te krijgen, zodat je een mooie aanval kan beginnen. En dit waren mijn 6 tips om een beter middenspel te spelen. Vond je deze video handig? Laat het zien met een duimpje omhoog. En binnenkort kom ik met een aantal video's om beter te worden in het eindspel, wat veel van jullie denk ik kunnen gebruiken. Dus abonneer even op mijn kanaal en laat dat belletje aanstaan om geen video te missen. Mocht je beter willen worden in het voorspel, in de opening, klik hier boven mij op mijn 3 gouden regels van de opening video om altijd een goede opening te spelen. Of klik je naast me op mijn openingsplaylist met talloze schaakopeningen, zodat jij heel goed wordt in de opening. Ik zie je de volgende video. Laters.